Nooit alleen nog met kerst. Joeg me jong gang, maar. Ik red me wel. Het is elk jaar hetzelfde timeke als proor op kerstdoom komt. Als de laatste pakjes op Sinterklaas oomt uitpak ben en de leutje in de dag te komen de gelegenheid kriegen om nog een zijtje met nijste cadeaus te spelen, zit opa aan met krookstouwen te genotten van zijn borreltje. Het gesprek van Dolu gaat voor het grootste gedeelte langzaam heen. Zijn zoon vertelt honderdoet over de nijste ontwikkelingen op de automarkt. Het interesseert hem geen vorzel. En als zijn schoondochter het huilen vooral ook nog eens aandikt en begint over hun nijste aanwinst, het bedrijfswoontje dat ze via een belastingtechnische truc op de zoek zo verdalig kriegen kon, de kinderen nooit nodig te zeggen. Winkelkarigies, je kost nog een keer maar 50 cent. Slaat de conversatie even dood. Het is daar zet tot het langzame doodbluiden en kataartje loter de definitieve afscheid van het Sinterklaasfeest. Even met kerstdong tiedem, dan laten we jou dat vrouw tieden worden, zegt zijn dochter. Ze staat met twee zware tassen op drempel van voordeuren. Zullen we dit jong met een ander naar de Chinees gaan? Hij zei hem oorzot, vouw ze er aan het zou. Dat vond Moeke ja altijd zo mooi. Ja, Moeke vond dat prachtig. Maar Moeke is er ja niet meer. Wie ben er bij de kerstdong al nuik doorvrun, let schoondochter zich lopies weg in de gangen onder het ruisverig maken van kinderontvallen. Het is een instudeerd toneelstokje. Maar omdat hij zoks wat al verwachtte, komt nooit onverwachts bij hem binnen. Als zijn zoon met ongemakkelijke oedrong op het gezicht en of wat brobbelt over een pizzeria, zegt de cadeaut. Joegon, johang maar kinder, ik rem je wel met kerstdong. De dogen de no, het haamt huile stoer. Durm zeer in elk jaar meer te ervoeren, dat hij nooit meer paast in het leven van zijn kinder en kleinkinder. Zijn vrouw is aan het pooi alleen nu tijd komen, en vanaf dat moment is het haard gewoon. Het geval dat hij nooit meer van deze tijd is. Op kerstdom ben de gediend bij haar dicht. Lu, die met situatie op de hoogte ben, zonder kind denken, dat hij al op beren ligt. Het is een duistere bouw. Maar achter de gedien schien wat degelijk licht. Een kerstboom met mooi gekleurde lichtjes stuit de stroom in deuren van komen. En op dressoir en op tovel stond kandeloos met echte kezen. Zij verspreiden zoom met een lekkere geur naar de keuken een echte kerstsfeer in hoes. Hem zit tevreden aan tovel. En vraagt de vrouw tegenover hem hoe de soep smokt. Lekker, is het eerlijkste antwoord. En tussen twee lepels deur geeft ze hem een compliment. Ik kan wel maken dat dit geen soepboetenpakje is. Hem glundert. Zal zijn ere ook ten oor weten, om wat aas als de mooist exclusieve tomatensoep dat hem al zijn leem op kerstom door zijn vrouw verschuldigd was aan zijn gassen op te duin. Als hem naar het vuurgerecht de duipenbord naar de keuken brengt en intussen die de kip in de oom inspecteert en met loogje su overgoot, gooit de bijlen. De vrouw, die net een slokje van haar witte wien noemt met, schrikt duidelijk. Ze kijkt met grote, verboosde ogen naar hem. Maar die stelt haar op zijn eigen, kalme manier weer op haar gemak. Hij snijdt de schrik weg. En terwijl hij naar de voordeuren loopt, zegt hij geruststellend. Misschien nog een van kinder, die even kwam kijken of het al wat goud met mij gaat. Hij met gelijk. Soms meer als gelijk. Het is normaal niet een, maar het zijn beide kinderen die bij hun voordeuren stonden. Als de voordeuren weer dichtgeklapt is, hoort de vrouw een onderdruk geroezemoes in de gangen. En als een loter zoon en dochter de kamer binnenkomt, gaat ze voor het verzaam stoon. Verbozen op beide gezichten spreekbouw dan. En net te mat met alles wat ze in komen zijn. Niet alleen als de prachtig gedekte tovel en de sfeer voor al lampjes en keersjes, maar het geldt ook de vrouw, dat je in niks verhullende klaaier nog altijd bij tovel staat. Als hem de verbolderdheid zucht, laagde in zijn voeske en begint hem met zijn verkloren. Dat je de laatste keer hier waren en vervuur mijn geval op minder plezierige manier afscheid nam.
Ook al begreep ik maar al te goud dat je toilaag droog hem en nooit zoveel tijd meer kind besteden aan je nolle voorder, zet me wel een poort door een kust om dat vervelende geval kwijt te roemen. Het vervelende zat hem in het vooruitzicht met kerst alleen te weten. En omdat ik dat per se nooit wil, heb ik op internet een bureau opzocht dat je eenzame mensen door moeilijke tijden helpen kan. Mag ik je trouwens even voorstellen, dit is José. Omdat zoon en dochter nooit recht worden, houden ze er met hem houden en wat ongemakkelijk blijven staan, zegt hij hem scholdertrekkend. Spiep me wel voor jou. Eem aanschik mezelf aan het jongen nooit gewoon. Ik heb namelijk maar voor 2 personen gekookt van ons. Staar op de grote markt, de kerst is weer in zicht. De langste nacht is net geweest, het wordt al eerder licht. Een laagje sneeuw bedekt de stad, ja straks gaan we naar huis. Met kerstboom door het koude gat door Groningen, die wereldstad. Ja, hier voel ik me thuis. Voel ik me thuis. Ja, hier voel ik me thuis. Met zulke dogen, dan ben ik in Grunnen, mijn schiere stad, want door vuil ik me toes. Ik heb mijn hart verbaan aan stad en om en aan. Met zulke dogen, dan ben ik in stad.